Hoi, ik ben Sam. Soms voel ik me best alleen. Ik heb wel een paar goede vrienden, maar ik kan lang niet altijd met ze afspreken. En nu tijdens corona zie ik ze nog veel minder. Het voelt heel rot om me alleen te voelen en als dat gebeurt, weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Kinderpsycholoog Anke Klein legt uit dat het belangrijk is om iemand te vinden om erover te praten. Bijvoorbeeld je ouders of leerkracht. Mensen kunnen namelijk niet goed aan de buitenkant zien dat je je eenzaam voelt. Bedenk samen wat je kunt doen om je minder eenzaam te voelen, of wat je kunt doen als je je eenzaam voelt. Ik heb laatst aan mijn leerkracht verteld hoe ik me voelde. Hij nam echt even de tijd voor me en luisterde naar me. We hebben samen een plan gemaakt voor wat ik kan doen als ik me alleen voel. Daarna voelde ik me gelijk al een stuk beter. Sindsdien vraagt hij vaak eventjes hoe het met me gaat en ik vind het heel fijn dat hij dat doet. Voel jij je ook wel eens alleen? Praat erover met je familie of vrienden of via de kindertelefoon. Dat kan elke dag gratis en anoniem via de telefoon of chat. Ook kun je daar met anderen praten op het forum.